hij dit wat een week energie voor het collectief. Laat los als het niet past. Niet iedereen loopt natuurlijk op dezelfde energie, maar dit mocht ik ontvangen. De eerste kaart is confession, overtuiging. Dus er zijn bepaalde dingen waarbij jij inzichten hebt gekregen. Het kan zijn dat er bepaalde dingen zijn gebeurd waarbij jij een soort van transformatie mag doorgaan. Dit is ook de bedoeling om jou eigenlijk op een nieuw pad te leiden. En dit ook te accepteren zoals het is. Maar ook je te laten inzien dat bepaalde gebeurtenissen echt mag gaan accepteren zoals ze zijn. Daarin mag je actie ondernemen om dus met die verschuiving mee te gaan. Dus dat er in jouw systeem of in jouw energie eigenlijk een verschuiving kan doen wat eigenlijk heel positief voor je gaat uitwerken. Dus misschien is het wat rommelig in jouw energie. Of zijn er bepaalde transformaties bezig, wat ongemakkelijk voor je voelt. Maar dit is, heeft alles te maken met dat jij bepaalde dingen, dat er een verschuiving plaatsvindt. Dat is echt een iets wat, waar je mee bezig mag gaan gaan. Of waar spirit of jouw energie mee bezig is. Dus vandaar dat je soms last kan hebben van vermoeidheid of dingen moeilijker gaan zoals het eigenlijk als het was. Want normaal kon je misschien dingen makkelijker overheen stappen. En je lijf of je ziel schreeuwt eigenlijk van er zijn aanpassingen nodig zodat je kunt groeien. Eens kijken, ja. Tussen twee werelden in. Dus daar zit je echt in. Je zit tussen een transitie. Een transitie van donker naar licht. En dat, wat ik al zei, dat kan wat ongemakkelijk voelen. Maar alles heeft een reden. Dus jouw energie verschuift en jouw lichaam reageert daarop. Omdat je jezelf mag gaan laten zien. Eens kijken, wat is jouw blokkade? Dat was heel snel. Samen creëren. Oké, dus er komt waarschijnlijk iets op je pad. Of misschien heb je altijd het gevoel gehad dat je dingen alleen moest doen. Maar wat ik voel is dat er hulp onderweg is. En dat kan via spirit zijn. Dat kunnen bepaalde personen zijn die jou lessen hebben geleerd of gaan leren. Maar dat kan tevens ook voor jou een blokkade zijn geweest. Waardoor je misschien dingen weerstand voelde. En dat is een beetje wat ik voel. Dus je mag echt die weerstand gaan loslaten in jezelf. Eens kijken welke actie je kan ondernemen. Want ik voel dat je heel lang hebt gebalanceerd op iets. Ja, nieuw leven, kijk dan. En meer actie ondernemen, kijk dan. Dus actie ondernemen misschien ben je soms wat passief geweest. En het is belangrijk nu om eigenlijk je mannelijke energie, en dat is de yin-energie, naar voren te laten komen. Actie ondernemen. Actie ondernemen. Wat dient er? Wat dient er wel? Waar kan ik meer een tandje harder werken aan mezelf? Of aan jouzelf? Of met anderen misschien? Maar in ieder geval, actie. Actie ondernemen. Vuur ondernemen. En daarmee eigenlijk een heel nieuw leven voor jezelf creëren. Uit die slaap komen. Uit hetgeen waar je in vast hebt gezeten. Want je zit nu nog echt in twee werelden in. Maar dit gaat echt jou zoveel verder helpen. Als jij een beetje beter misschien soms je best doet. Of gewoon meer jezelf laat zien aan de wereld. Maar ook vooral voor jezelf. Want je hoeft het niet voor anderen te doen. Maar puur voor jezelf. Zodat je ook een nieuw leven kan starten. Eens kijken wat ik nog meer mag ontvangen. Van dit hek. Deze ook even pakken trouwens. Ja, nee. Dus bepaalde dingen dienen niet meer. Zie, je zit echt in een transitie van donker naar licht. Er is echt iets wat waar je tegen mag gaan zeggen. Meer ja zeggen tegen, misschien hulp aanvaarden. Meer jezelf misschien mag gaan zeggen in bepaalde situaties. Echt in een storm. Ja, en spread your wings. Het is tijd om je te laten zien. De leiding te nemen. En de power is inside you. Dus je hebt zoveel energie in je. Wat eigenlijk schreeuwt je lichaam om jezelf te laten zien. Want het zit allemaal al in je. Alleen het is nu tijd ook om daar actie in te gaan ondernemen. Dus kijken wat ik van dit deck mag ontvangen. Welke actie ik kan ondernemen. Ja, echt. Ik heb net ook een reading gedaan van 11-11.
En daar kwam deze kaart ook uit. Ja, hoe bijzonder is dat? Dus dit is echt wel een boodschap voor het collectief. Waarin kan je jezelf vergeten? Het is belangrijk om jezelf vrij te stellen. Kijk hoe bijzonder dit nou eigenlijk is. Want ik zie twee dezelfde dieren. Hoe bijzonder is dat? Dus het is belangrijk om jezelf vrij te stellen. Om te creëren wat jij wilt. En misschien heb je misschien hulp nodig. Dat geeft dat niet. Je kan altijd hulp accepteren. En waarschijnlijk komt er ook hulp op je pad. Alleen het is wel belangrijk om dat misschien ook echt te accepteren. Je hoeft niet alles alleen te doen. En het is belangrijk om echt jezelf vrij te stellen. Wat kan ik doen om mezelf te vergeven? In bepaalde situaties. Misschien heb je dingen verkeerd aangepakt. En heb je daar heel lang over nagedacht. Of heeft het je vastgezet. Het is nu echt tijd om dat los te laten. Wat mag ik nog ontvangen van de boodschap van de dieren? Ik zie ook echt een zon. Kijk, ik zie er echt het donker. En dan zie ik echt dat licht. Eigenlijk net als met deze twee kaarten die ik hier. Of deze kaart die ik hier zie. Zie, hier zit je echt in het donker en hier je vrijmaken. Vrijmaken van negatieve energie of negatieve gedachten en een nieuw leven te creëren. Twee, niets is verloren en breng je ideeën tot leven. Ik ga ze even terug doen, want ik wil er graag één. Maar je hebt waarschijnlijk ideeën of je hebt... bepaalde stukjes waarin je dacht dat je vast zat. Ik heb hier de kooikarper. Er is altijd genoeg, nummer 28. En 28 is 1. Dus een nieuw iets, een nieuw pad, een nieuw leven. Eens kijken, waar is het boekje? 28. Dat was die had. Het is een normale boodschap. De kooikarper, die groot wordt in een kleine vijver, herinnert ons eraan dat iedereen zich rijk kan voelen. De wet van overvloed verzekert je ervan dat rijkdom onze natuurlijke staat is. Dus ondanks tijdelijke omstandigheden van buitenaf, kun je er een beroep op doen als een magneet die mogelijkheden en voorspoed aantrekken waar je behoefte aan hebt. Deze kaart vertelt je van binnen dat je van binnen moet beginnen van het genereren van rijkdom. Doelbewust hoe klein de vijver misschien nu ook lijkt. Nu is het tijd om de waardering op te brengen voor alle overvloed om je heen. Op welk vlak dan ook. De externe omstandigheden weerspiegelen je innerlijke rijkdom. Dus zorg ervoor dat je comfortabel bent met elke vorm van welvaart. Zelfs als je op dit moment je niet rijk voelt, zal dit spoedig wel het geval zijn. Begin je overvloed voor te stellen die Spirit jou toewenst, wetende dat je zodra je hier bewust van bent, meer en merkzaam aan bent, er ook aan meewerkt. Alles zal tot je komen wanneer het maar nodig hebt. Je hebt de wereld zoveel te bieden. Kijk wat hier staat. De power is inside you. Die kleine vijver van je kun je enorm veel creëren en aantrekken. Onderschat niet wat je hebt en wie je bent, want de kooikarper wil dat je weet hoe bijzonder, geliefd en gekoesterd je bent. Vertrouw erop dat de omstandigheden van buitenaf zullen veranderen om deze waarheid te weerspiegelen. Wauw. Dus er is echt iets wat je mag bevrijden. Al die negatieve gedachten of gedachten die jou eigenlijk zelf klein maken, want dat is een beetje wat ik voel aan deze energie, je mag door die storm gaan, je mag het bevrijden, dat is een beetje wat ik voel, zodat je ook echt ja, die kracht, die power die in je zit mag gaan laten zien. En daarmee voorspoed gaan creëren, want als je het al voelt, dan komt het ook op je pad. Jouw emoties, wat hier ook staat, die storm, die twee werelden waar je in zit, mag je echt naar het lichaam brengen en daardoor eigenlijk al voelen dat je al geliefd bent. En daardoor ook waarschijnlijk mensen op je pad gaat krijgen, waardoor jij je samen mee kan creëren, die op dezelfde energielijn zitten, die hetzelfde willen of wensen. Waardoor je kan groeien en eigenlijk een nieuw leven kan opstarten. Dit is wat ik voor je heb. Ik wens je al het goeds en ik hoop je snel weer te zien. Doeg!